De pepernoten liggen alweer een paar weken in de winkel en de speelgoedfolders vallen bij bosjes op de mat. Dat kan maar één ding betekenen. Hij komt, lieve goeie Sint. Man, ze zijn niet aan mijn kop. U heeft nieuws. Ja, ik stop ermee. Wat krijgen we nou? Vervroegde uittreding? Vervroegde uittreding? Man, als er iemand na zo'n 65 heeft doorgewerkt, ben ik het wel. Nee, ik ben er gewoon klaar mee. Dat hysterische geconsumeer waar deze planeet van naar de klote gaat. Dus het feest kan niet doorgaan? Nee. Maar dat zegt u toch elk jaar? Dat is toch ook een beetje de grap van het Sinterklaasjournaal? Oh ja, in die opnaaierij ben ik ook spuugzat. Oh jee, Sinterklaas is gestoken door een tijgermer. Oh jee, Sinterklaas is overvallen door Somalische piraten. Oh, kinderen! Als het heerlijk avondje nou maar door kan gaan. Want de goedheiligman heeft een hele grote sief. Ja. Is er verband tussen deze burn-out en de kredietcrisis? Wat denk je nou zelf? Man, ik had een leuk vermogen geïnvesteerd in aandelen. Nou, we weten allemaal wat daarmee gebeurd is. Ja, had u misschien een beetje moeten spreiden, hè? Ja, dat had ik gedaan. Maar de rest stond op een spaarrekening in IJsland. Ja, daar ga je nat. Oh, heel fijn. Had vorige week even gebeld. Dus u heeft geen cent meer, u valt om? Ik val om. Maar dat is een ramp, dan moet de staat ingrijpen en Sinterklaas nationaliseren. Ach, wel nee, het is gewoon net als met het financiële systeem. Het gaat om vertrouwen. He? Je moet erin geloven. Als het vertrouwen weg is, dan rest niets dan graaien en hebberigheid. Maar u doet het toch ook voor de kinderen? Hebberig tuig, dat is het. Kinderen zijn van jongs af aan verpest. Liggen ze aan de tiet, is het al. Wat eten we vandaag? Toch niet weer melk? Maar het is toch hartverwarmend om te zien dat zo'n hele zaal vol kinderen voor u staat te zingen? Zingen? Ze rappen als gangsters. Wiggins komt de stoomboot in Spanje weer aan, weet je? Je krijgt de pepernoten, krijg je recht in je bek terug. Oh. Zou je kunnen zeggen dat u uw eigen feest hebt overleefd? Nou, de lol is eraf, ja. Er zijn miljoenen mensen bijgekomen. Ouders gaan om de haverklap scheiden. Kun je twee keer op een avond naar hetzelfde kind? Maar u wordt toch ook al een poosje bijgestaan door de zogenaamde hulp Sinterklaas? Ja, breek me de bek niet open. Wat een klojo's. Alcoholisten die te hard lopen en niet kunnen paardrijden. Het is lastig om aan goed personeel te komen. Nou, qua Pieter valt dat reuze mee. In Spanje spoelen heel veel van die Afrikaanse vrijwilligers aan, maar die verdwijnen na 6 december in illegaliteit. En er is ook nogal wat commotie over het fenomeen Zwarte Piet. Commotie? Nou ja, die politiek correcte revolte tegen een slaaf met een zekere huidskleur. Nou ja, dat gemekker. Daar krijg ik ook een sik van. Maar Rita Verdonk komt voor u op. Oh, daar moet ik niks van hebben. Ik ben gewoon gekaapt door dat wijf. Mijn verjaardag dreigt een reactionair feestje te worden. Sinterklaas, gaat het eigenlijk wel goed met u? Nee, Niels, het gaat eigenlijk best wel kut. Dus nu loop ik al een tijdje bij een psychiater. Bij de zielenknijper, ja. Zielenpiet. En die zegt dus, Nico, jij hebt een depressie. Wat is er in die jeugd voor jou gebeurd? Dat je zo'n idiote behoefte aan bevestiging hebt. Het is altijd maar geven, geven, geven. Dat is neurotisch. En waarom doet u dat dan? Denkt u, wat is dat voor tik? Ja, ik denk dat mensen me anders gewoon niet aardig vinden. Maar u bent toch een aimabele oude baas? Ach man, lul toch niet! En speelt het ook een rol dat de kinderen niet meer in u geloven? Wat bedoelt u? Nou, u kent ongetwijfeld het gerucht dat u niet zou bestaan. Oh, dat maakt kinderen geen bal uit hoor, als die spelcomputer maar bestaat. Dus ik scheer die schurftige baard af, ga met een zak chips op de bank zitten, ik ga me helemaal kogel rond zitten fritten. U geeft de pijp aan Maarten. Ik geef helemaal niks als Maarten een pijp wil. Dan trekt hij zelf de poeplap, maar ik ben gekke happy niet. We zullen u missen. Ja, kan mij dat nou schelen. Jammer. Bedankt voor uw komst. Ik ga spijkerbroek aantrekken. Dikke doei. En wij gaan door met dit.